Morgen. Morgen. Hij is geliefd in het dorp. 3 jaar geleden begon hij hier als kapelaan. En volgende maand wordt hij alweer overgeplaatst naar Bergen de Blijt. Jammer genoeg, ja. Ik had hem liever hier gehad. We zijn een beetje aan elkaar gewend. De kapelaan is inmiddels ook gewend in Limburg. Al heeft dat wel wat voeten in de aarde gehad toen hij 9 jaar geleden door voormalig bisschop Wiertz naar Nederland werd gehaald. Het was echt moeilijk voor mij om te begrijpen, want ik wilde nooit naar een buitenland te gaan studeren of werken. Maar God beslist en God roept mij hier naar Nederland te komen om te studeren en daarna als priester een aantal jaren te werken. Bij hem is overvloed aan verlossing. Dit zegt de Heer. Ik vond het best moeilijk in de eerste 2 jaren hier thuis te voelen. Dat is de moeilijkste periode in mijn leven hier. En ik had echt grote heimwee. Ik wilde graag per se naar India terug. En ik probeerde mij hier thuis te voelen. Dat lukte mij na de eerste vakantie. Dat is 1 keer na 2 jaren. Dat was na de eerste vakantie ben ik begonnen om hier thuis te voelen. Nu lukt het wel. Op het moment dat we natuurlijk geen priesters hebben, is het fijn dat we het van het buitenland kunnen krijgen. En ja, ik denk ook wel dat op de meeste plekken die priesters geaccepteerd werden. Het gaat om de mens, niet waar die vandaan komt. Ik denk toch dat het bespreken, Nederlands is natuurlijk voor buitenlanders blijkbaar toch niet zo heel makkelijke taal. De klemtonen van woord, het uitspreken van bepaalde klanken zijn voor hun toch heel moeilijk. En de gewone gedeelte van de heilige mis is natuurlijk geen probleem. En dat kennen de meeste kerkgangers wel. Maar het geeft zich inderdaad voor het gedeelte wat een beetje persoonlijk is. En de preek, die zijn natuurlijk vaak voor u moeilijker te volgen. Dat is goed loesteren. Ooit ga ik terug naar mijn eigen bisdom. Mijn verlangen was altijd daar. Daar ga ik werken in mijn bisdom. Dat is eigenlijk mijn wens. Maar ik ben altijd open voor de beslissing van God.